Hier langs de Maas- en Waalweg moeten straks 5 grote windmolens staan. De Beuningse gemeenteraad neemt daar op 23 november een beslissing over en er lijkt een ruime meerderheid voor te zijn. Volgens de Raad van State moet bij de bouw van nieuwe windparken meer onderzoek plaatsvinden naar de effecten op de leefomgeving. Die uitspraak veroorzaakt bij veel gemeenten kopzorgen. Ook Beuningen drukte even op de pauzeknop. Vandaar dat we toen het advies gegeven hebben aan de Raad van niet besluiten nu. Laten we ons eerst even goed onderzoeken wat het effect is van deze uitspraak op de Beuningse specifieke plan. En dat, dat hebben we de afgelopen maanden onderzocht. Conclusie, Beuningen gaat toch door met de plannen. De gemeente gaat een van de eerste in Nederland zijn die een beslissing neemt na die uitspraak van de Raad van State. En als de gemeenteraad ermee instemt, zouden de windturbines er over 3 jaar moeten staan. Ja, dan praat ik over 2024. Ik denk dat laten we dat maar eens richting gaan houden. Alles wat er eerder is, is alleen maar meegenomen.